Ringo, de kop is er weer af. Hoe was het om die eerste wedstrijd gespeeld te hebben? Ja, ik kon niet wachten eigenlijk om weer de eerste wedstrijd te spelen. Alleen, het was niet echt de best vandaag, moet ik eerlijk toegeven. Maar het was wel weer lekker om 40 minuten, hoeveel was het? 40, hè? Ja, 40 minuten te voetballen. Ja, want je lekker doorgetraind in de vakantie, zeg maar, wat we hebben gezien? Ja, ik heb wel de eerste 2 weken heb ik wel even gewoon rust gehouden. Maar daarna ben ik wel elke dag gaan trainen, ja. Dus ik ben fit. Om sterker te worden en om fit te worden, echt? Juist, precies dat, ja. Nou, al voor het seizoen eigenlijk een mooie beloning met de nummer 10, hè? We zien hem ook op jouw pak staan, ja. Trainingspak wil ik zeggen. Ja. Doe dat iets met je, nummer 10? Ja, niet echt moet ik zeggen, maar ja, hij was vrij. Paco is weggegaan, dus ik dacht van, laat me nummer 10 maar pakken, ja. Mocht je hem zelf kiezen dan? Ik mocht zelf kiezen, ja. De trainer vroeg het aan mij, wil je nummer 10? Dus ik zeg, ja, als hij vrij is, dan pak ik hem wel, ja. En gaan we jou ook het hele seizoen bij FC Den Bosch op nummer 10 zien, denk je, Ringo? Jawel, hoe het er nu uitziet, dan speel ik gewoon nog een jaartje bij Den Bosch, dus ja. Zou mooi zijn. Nou, jij zegt er vandaag niet zo'n hele lekkere wedstrijd, maar ja, zijn deze wedstrijden dan echt belangrijk? Kunnen we er echt iets van zeggen al, of is het gewoon even lekker beginnen? Ja, dat wel gewoon weer even lekker beginnen, alleen ja, we moeten wel elke week steeds beter en beter, ja. Veel doelpunten dit jaar van Ringo Meerveld, hè? Want dat wilde jij vorig seizoen vaak, zei je vaak tegen mij van, die moeten nog komen. Nou, ze kwamen op een gegeven moment wel, hè, een hat-trick. Ja, klopt. Op hoeveel mik je? 10 goals, 10 assists moet wel haalbaar zijn, ja, dit seizoen. Zou mooi zijn, Ringo. Ja. Nou, succes. Dankjewel. Komt goed.